Tuurlijk, we hebben je allemaal gezien bij Jensen USA. Maar waar was jij al die tijd? Na de talkshow, ja. Oké, nou ja, weet je, mensen vragen dat vaak natuurlijk aan mij. Waar was je? Weet je, alsof je van de wereld verdwijnt als je niet op de buis bent. Is ook zo. Nou, ik vind twee dingen. Ik vind af en toe lekker om niet op de buis te zijn. Dan kun je eens wat andere dingen doen. Ik vind het ook, denk ik, heel goed voor Nederland dat ik af en toe van de buis ben. Ja. Weet je, is even wat rustiger. Dan kunnen mensen gewoon eens eventjes gewoon rustig. Gewoon een beetje de rustige talentenshows kijken. Gebeurt er niet zoveel op televisie. Maar ik kom altijd op het juiste moment kom ik weer terug. Als er weer eens wat moet gebeuren, als er weer wat reuring getrapt moet worden, dan ben ik er weer. Ben je dan ondernemer? Of ben je dan dingen aan het schrijven? Of ben je mensen aan het helpen? Wat doe je als je niet op tv bent? Nou ja, goed, natuurlijk die gevangenisstraf van 2 jaar door het vermoorden van... Nee, het is echt... Ik vind altijd, als ik een sabbatical neem, als ik een jaar, dan doe ik het even rustig aan. Dan ga je zo een beetje reizen. En dan, natuurlijk, je onderneemt wel wat, je hebt wat kleine investeringen. Dus ja, kijk, het geluid gaat ook meteen mis. Kijk hier, alsjeblieft. Ah, het is warm hier ook. Ja. Ik kom vandaag terug, of gisteren terug uit Amerika. En daar het is hier warmer. Zo warm daar. Het is hier nog warmer. Het is niet normaal. Vliegtuigen konden daar niet opstijgen omdat het te warm was. Maar dat maakt niet uit. Dus voor mij een jaar rolt in nog een jaar. En ik weet het niet. En ik moet wel zeggen dat ik was 2 jaar geleden, drie jaar geleden of zo, dat had ik de zoveelste talkshow gedaan. Ja. En toen dacht ik, weet je wat, ik moet er even mee stoppen. Want ik val een beetje in herhaling. Ik ken het hele gevoel nu wel en het genoegen wel. Ik ga nu eventjes op zoek naar iets wat me weer triggert. Dat ik denk van, oké, dit is tenminste opvallend. Dit is nieuw, dit is anders. Ja. En dat had ik echt binnen een jaar niet gevonden. En het duurde 2 jaar. Ik was veel in Amerika. En toen heb ik inderdaad het Trump-fenomeen, het begin van het Trump-fenomeen... Eerlijk is eerlijk, jij was een van de weinigen, maar sowieso een van de eerste die dat op die manier hebben gedaan. En daar heb je ook je waardering voor gekregen, ook terecht. Want je hebt het ook benoemd, je hebt de mensen laten zien. Hoe wist je het? Hoe wist jij dat zou gaan worden? Ja, nou, ik herkende een aantal dingetjes. In het begin dacht je gewoon, god, dit is wat grappig hoe hij het doet. Hè? Hij zit, alle politici zitten hier te kakken. Hij is politiek incorrect. Hij zegt alles wat je niet mag zeggen. En toen zag je opeens dat mensen dat gingen waarderen. En de media en de establishment, die spraken er schande van. Die zeiden, dit kan niet. En die gingen zich tegen Trump verzetten. Mm-hmm. Maar hoe meer de media en de establishment zich tegen hem verzet, hoe populairder hij werd. En dit was nog tijdens de voorverkiezingen van de Republikeinse Partij. Het deed me heel erg denken aan Pim Fortuyn. En Pim Fortuyn was in mijn talkshow toen ik zoveel jaar geleden begon. Dat was mijn tweede gast. Maar het was ook een diepgravend interview. Het was een diepgravend interview. We hebben het over alle dingen gehad. Maar jullie hebben echt over alles gesproken. Ja. Dan wordt hij premier, weet je wel. En dan moet hij praten met Blair en Bush en zo. En dan zit ik alleen maar aan Pim zijn schaamhaar te denken. Ja. Nou ja, toch aan de sigaren van Clinton. De sigaren van Clinton. Nou, schaam maar van Pim met sigaren van jou. Nee, tenzij je daarop wil antwoorden. Ja. Staat het ook in je boek? Wat? Of je van onder... Nee, ik weet niet wat je wil vragen. Nee, of je van onderen geschoren bent. Nee, toch? Dat staat niet in je boek. Nou, toch? Ik zou zeggen, leuke jongens van Nederland, kom het eens bekijken. Wow.